heel veel zand, diverse schepen en veel herrie. Hij kon geen kant meer op en werd het binnenmeer van de Maasvlakte opgejaagd. Toen de sluiting een feit was, kon hij niet meer terug. Diverse mensen hebben sindsdien de zeehond gespot en gefotografeerd. Al een paar dagen is de zeehond dan niet meer gezien. Gaat alles wel goed met hem? Een zoekactie dus naar de zeehond hier ergens in het binnenmeer van de Tweede Maasvlakte. Kan ik natuurlijk niet alleen. Daarvoor heb ik een specialist bij me. Hij weet alles van zeehonden, van Pieter Buren, Zeehondencrash en iemand van het havenbedrijf. En die weet natuurlijk precies alles van de Maasvlakte. En ik heb zelfs een complete boot tot mijn beschikking. Gaan we hem denk je vinden of niet, Jaap? Nou, ik geef je weinig kans gewoon. Vanwege de wind. Ik denk dat hij zal meer in het water zitten dan op de kant ligt. Maar je ziet ook, het is windkrachtje 6+. En dus is het ook voor ons moeilijk om hem te spotten. En wat vind jij ervan dat die zeehond hier zit? Leuk. Leuk, ja. Heb je al gekeken? Ja, maar nog niet gezien. De zeehond trekt ook veel bekijks, merkt het havenbedrijf met een rondvaartboten. Het trekt wel een hoop aandacht. We merken dat het heel druk is in het bezoekerscentrum. Ik denk wel dat dat vooral komt omdat we vorige week de zeewering gesloten hebben. Dat heeft heel veel aandacht gekregen in de media. En uiteraard geven wij dit zeehondje nu ook veel aandacht. Maar is dat eigenlijk niet schadelijk voor hem? Het dier bent eraan. Dus als hij geen gevaar heeft, de deugd heeft, dan gaat hij op een gegeven moment gaat hij er gewoon goed mee om. Kijk, als je zelfs een zeehond hebt en die ligt op een plaat en je gaat naartoe en dan zie je hem gelijk verstoren, dan betekent het een heleboel stress. Maar als je die geluiden gewend is, dan gaat het heel anders mee om. Dan is het gewoon. En dan ineens, uit het niets. Ja, waar is die? Hij kwam net boven in die hoek daar zo. Ik zag wat op en neer gaan eigenlijk. Hè? Ja. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat hij het was hoor. Ja? Ja hoor. Ja, we hebben nu goed gekeken. Je zag hem van dichtbij. Wat was dat? Het was helaas, het was geen zeehond, het was een allesgolven. Maar hij maakte precies dezelfde beweging als een zeehond die wegduikt. Dus met het blote oog zag ik wat wegduiken. En dan komt hij even later boven en ja, en het is een allesgolven. Hij was het laatste ook hier gesignaleerd in deze hoek. Dus je verwacht aan één kant die zeehond te zien, maar het was helaas een allesgolven. Na een uur te hebben rondgevaren hebben we niks gevonden. We zullen het dus moeten doen met deze archiefbeelden. Heeft u hem wel gezien op de Maasvlakte? Mail het ons dan. En we plaatsen het op rijnmond.nl.